Goed, dames en heren. Het is 7:30. We zijn compleet. Mooi om te zien. En ondanks het feit dat we een hele korte agenda hebben, heeft een aantal uur kansen gezien om er toch twee nog weer aan toe te voegen. Daar zullen we zo meteen wel bij het indienen van, de voorstellen voor de wijziging van de agenda een voorstel voor horen. Afbericht van de heer Zuur. Dank voor het luchtsignaal. En dat is de enige. Ja, dat is de enige. Dat komt door het spreekgezoel dat daar een beetje staat. Dan zijn we toch echt compleet verder. Ja. Mooi. Aansluitend aan de bijeenkomst van de Raad, die naar verwachting dus toch wel vrij voorspoedig kan worden afgerond, is er nog een voorlichtingsbijeenkomst over de woonvisie, maar dat is u via de griffie wel geworden. Dat zal plaatsvinden hier of in de Piekertzaal? In de Piekertzaal. Voor de rest, wat mij betreft, geen mededelingen. Kijken we even naar de griffier, zijn er mededelingen? Niet. Dan kunnen we naar punt 3, vaststelling van de agenda. Daar wenst iemand het woord over te voeren. Vast al, toch? Ja. Nou, dan ga ik eerst naar de heer Hoedemaker. Ja. Dank u, voorzitter. Ik zou graag mede namens PAK een motie vereend aan de orde van de dag indienen over de Japanse duizendknoop. Dank u wel. Ik stel u voor om dat dan bij de bespreekpunten op de agenda te plaatsen. Ik zie dat die voldoende is ondersteund, ondertekend hier ligt en kan dus onderdeel uitmaken van de besprekingen. Ja, mevrouw Siebe. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag mede namens D66 en de PPC en het PAK een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over het vuurwerk. Dank u wel. Over het vuurwerkbeleid. Ook daarvoor geldt dan dat we die wat mij betreft aan agenda punt 8 als tweede bespreekpunt toevoegen. Ja, zo doen. Verdere voorstellen voor de agenda? Dat is niet het geval. Al dus de agenda gewijzigd vastgesteld. Dan zijn we bij de besluitenlijst van 24 april jongstleden. Heeft iemand daar een opmerking over? Nee, dat is niet het geval. Is die al dus conform vastgesteld. Dan zijn we de voorgestelde wijze afdoening ingekomen stukken. Een zestal ingekomen stukken. Is iemand over die voorgestelde wijze van afdoening het woord te voeren? Zo niet. Is conform afdoening besloten. En dan zijn we bij punt 6 van de agenda. En punt 6 van de agenda zijn een viertal hamerstukken. Een voorstel in zaken de vaststelling van het bestemmingsplan Zonneakker Krimweg Nieuwedijk te Koevoorde. Een voorstel in zaken de vaststelling van het bestemmingsplan Weenpad 1 te Zwelo. Een voorstel in zaken de vaststelling van het bestemmingsplan Oud-Aalde 8 te Aalde. En een voorstel in zaken de ontwikkeling van het Boogastterrein te Koevoorde. Die kunnen volgens de eerdere besprekingen in de commissie bij hamerslag worden afgedaan. En dat is bij deze dan ook conform besloten. Dan zijn er agenda punt 7. Geen stukken met een korte stemverklaring. Dat schiet inderdaad lekker op. Agenda punt 8 beginnen wij met als eerste aan de agenda toegevoegde motie over de Japanse duizendknoop, de heer Hoedemaker. Voorzitter, enige tijd geleden stelde ik schriftelijke vragen aan het college. Aanleiding was de signalering van de invasieve, exotische plantensoort Japanse duizendknoop in dorpen en wijken van onze gemeente. De plant staat bekend als een enorme woekeraar, is nauwelijks te bestrijden en groeit met zijn krachtige wortels dwars door wegen, bouwwerken, rioleringen en funderingen. Waar duizendknoop groeit, kunnen ook geen andere planten groeien, dus het is ook een bedreiging voor de natuur. Vorige week ontving ik het antwoord op mijn schriftelijke vragen, waarvoor dank. Van de inhoud van de reactie werd ik echter niet gelukkig. Want ja, het college is op de hoogte van de aanwezigheid van Japanse duizendknoop in onze gemeente, maar nee, bestrijding van de plant heeft geen hoge prioriteit, want er zijn maar een beperkt aantal locaties bekend en de plant heeft tot nu toe geen schade veroorzaakt. Sterker nog, er wordt, zo antwoordt het college, op dit moment nog helemaal niet gewerkt aan het voorkomen van de verspreiding van de Japanse duizendknoop. Dat spreekt nou niet bepaald van urgentie, voorzitter, en dat is gek.
Met name als je bedenkt dat in onze omringende landen, zoals België en Groot-Brittannië, wetgeving bestaat waarin de bewuste of onbewuste verspreiding van duizendknoop als een misdrijf wordt beschouwd. In Schotland worden zelfs hypotheken geweigerd vanwege de aanwezigheid van de plant. Dichter bij huis strijdt de gemeente Amersfoort al jaren tegen het oprukkende Japanse onkruid. Hierbij zijn ook ProRail en het waterschap betrokken. De schade bedraagt inmiddels meer dan een half miljard euro. Begin deze maand is er zelfs gestart met het afgraven van met duizendknoop vervuilde grond. Japanse duizendknoop is in Drenthe een betrekkelijk nieuw fenomeen. Maar in onze provincie hebben de meeste gemeenten tenminste een meldpunt signalering duizendknoop. In bijvoorbeeld Westerveld, Noorderveld en Aanhunze wordt de plant vervolgens op een effectieve, milieuvriendelijke wijze bestreden. Ook verspreiden veel gemeenten informatiebrochures, zodat de inwoners de plant kunnen herkennen en zodanig kunnen weghalen dat ze hem niet ongewild verder verspreiden. Maar vooralsnog nog dus niet in de gemeente Coevorden. Terwijl overheden op basis van Europese regelgeving sinds februari van dit jaar een plan moeten hebben om de Japanse duizendknoop te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen. Vandaar dus deze motie, waarvan het dictum luidt: de Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 22 mei verzoekt het college bestaande en nieuwe vindplaatsen van Japanse duizendknoop in kaart te brengen en hierbij de kennis van inwoners te betrekken. Over te gaan tot de effectieve bestrijding van deze invasieve exoot, zo mogelijk met ecologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen, en hierin samen te werken met mede-overheden en andere betrokkenen in Coevorden en aanpalende gemeenten. Voorzitter, ik noem in deze motie geen termijnen, maar het zal duidelijk zijn dat haast geboden is. Duizendknoop is ook voor Coevorden, gemeente en inwoners een bedreiging. Helaas heeft de gemeente niet alle locaties in beeld en waarschijnlijk komen er dagelijks locaties bij. De Japanse duizendknoop verschijnt namelijk pas in het voorjaar en kan dan zo'n 20 centimeter per dag groeien, zowel bovengronds als ondergronds. Dank u wel. Deze wat omineuze teksten. Een goede start voor een bespreking over deze motie. Wie wenst nog meer het woord van de zijde van de raad? Ja, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Om heel eerlijk te zijn, kennen niet alle fractiegenoten deze Japanse knoopkruid. En we waren ons ook niet bewust van de schade die deze plant aan kan brengen. Enige verdieping hierin, en vooral ook bij onze achterban, leerde ons al snel inzien dat deze plant wel wat heftiger is dan gewoon onkruid. En dat het op het moment, althans op dit moment, nog niet een groot probleem is, maar dat men vreest dat het op termijn wel een groot probleem kan worden. D66 heeft hierover al vragen gesteld en wij zijn van mening dat deze vragen goed beantwoord zijn. De ambtelijke organisatie is op de hoogte van het voorkomen van deze exoot en zegt alert te zijn op de bestrijding daarvan. Gezien het zeer invasieve karakter van deze plant en de vrees dat deze plant in de toekomst wel een probleem gaat worden en dat het naar ons idee niet verkeerd is om de expertise en de genomen maatregelen van inwoners, mede-overheden en aanpalende gemeenten te betrekken, steunen wij deze motie. Dank u wel. Dank mevrouw Visseling. Kijk verder in de ronde van de raadzaal. Ja, de heer Boy. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, D66 komt met een motie betreffende een vreselijke plant, de Japanse duizendknoop. En dat zal best zo zijn. Maar het is niet de enige plant die ons bedreigt. Als we de Unielijst bekijken van de Europese Unie, dan staan er zeker wel 14, 15 planten op waarop we waakzaam moeten zijn. Planten met de prachtigste namen. Ik zal enkele noemen: alligatorkruid, vrij lampen, poetsengras, muskusrat, nijlgans, ongelijkbladig vederkruid. Maar ook de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw. Voorzitter,
De ambtelijke apparaat heeft de vragen beantwoord van D66. En wij kunnen niet anders tot de conclusie komen dat onze gemeente waakzaam is op dergelijke gevaren. Wij vinden het dan ook niet nodig de motie te steunen, want wij vinden eigenlijk dat die overbodig is. Wij vinden dat de vragen correct zijn beantwoord. En dus zullen we tegen deze motie stemmen. Dank u wel. Andere bijdrage? De heer Hoedemaker wil nog vragen. Is de fractie van BBC ook op de hoogte van de enorme kracht van deze plant in tegenstelling tot de andere exoten? Als u deze plant onder uw huis hebt groeien, dan bent u nog niet jarig. En dan krijgt u hem ook niet weg. Ik mag hopen dat het niet onder mijn huis zit, want ik geloof best dat het enorm krachtig zal zijn. Alleen, dan heb ik eigenlijk een wedervraag. Op hoeveel plaatsen in Coevorden en op welke plaatsen zijn dat? Zijn die plaatsen u bekend? Heeft u het onderzocht verder? Ja, die zijn me bekend. Klein onderzoekje. Alleen in mijn eigen woonomgeving zie ik er in een straal van 100 meter rond mijn huis zie ik er al 3. Los van elkaar. Variërend in hoogte van op dit moment 20, morgen waarschijnlijk 40 centimeter tot 4 meter. Nou kijk, onze fractie is gewoon van mening, er zijn zoveel planten waar we waakzaam op moeten zijn. Als je overal preventief moet gaan bestrijden of direct aanpakken, het is allemaal heel moeilijk. De gemeente let erop en wij vertrouwen erop dat het goed in de gaten wordt gehouden. Anderen? Ja, gaat u gang, mevrouw Katerberg. Dank u wel, voorzitter. Ja, de CDA-fractie sluit zich aan bij wat net is gezegd door de BBC-fractie. Wij vertrouwen ook op de expertise van het apparaat en dat het ook op die manier wordt uitgevoerd. Dus we sluiten ons aan en zijn tegen de motie. Dank u wel. De heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. De motie is, dat is een sympathieke motie in die zin van dat je daar aandacht voor moet hebben. En dat wordt ook wel door anderen aangegeven. Er zijn zoveel van die planten die aandacht moeten hebben. Maar ik heb dat Japanse duizendknoop. Ik heb dat vandaag nog eens even nagekeken, ook op internet. Ja, het is wel een vreselijke plant. Hè? En als ik hoor van Hoedemaker hoe dicht al bij zijn huis is. Nou, dan ik ging op de vlucht, geloof ik. Maar in ieder geval, even serieus, de aandacht daarvoor is goed, maar wij denken ook, de berenklauw is ook een verschrikkelijke plant en die zien we ook regelmatig in onze gemeente verschijnen. En ik weet dat onze ambtelijke apparaat daar de aandacht voor heeft en wij zien op dit moment nog geen voldoende aanleiding om daar een motie voor in te dienen en daar extra voor deze plant aandacht te schenken. Dus voldoende aandacht voor deze buitenlandse planten, maar voorlopig nog niet in de motie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bouwers. Meneer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u, voorzitter. Goede motie waarin gevraagd wordt om aandacht voor de Japanse duizendknoop. En zoals wij gehoord hebben, is die aandacht ook noodzakelijk gezien de gevolgen die kunnen optreden. Waar ik wel vragen over heb, is of en hoe ga je onderscheid maken tussen de Japanse duizendknoop op gemeentegrond en op particuliere grond? Hoe ga je dat onderscheid maken en hoe ga je daarover communiceren? Daar zou ik wel graag meer informatie over hebben of een nadere toelichting op. En op basis daarvan willen we kijken of wij deze motie steunen of niet. Dank u. Dank u wel. Anderen voor de eerste termijn? De heer Boy, nog even als reactie. Sorry, ik kan wel even blijven zitten, denk ik. Een korte toevoeging. De Japanse duizendknoop, die staat niet op de lijst waar ik het zo net over had van invasieve exoten die bestreden moet worden door de NVA. Het is een plant die woekert, die ongelooflijk woekert, die in verschillende gemeenten al voor tientallen miljoenen schade heeft gemaakt. In Amersfoort, wat ik u voorlas, al voor een 500 miljoen. Ja, dat kan best zijn, maar hij staat niet op de lijst die ik voor me heb en die ik vandaag uitgeprint. En dat is een 12 nieuwe soorten. Dan hebt u een oude lijst. 2 augustus 2017. Er is zelfs Europese wetgeving.
Dat lijkt me iets wat we hier nu niet aan tafel over en weer moeten oplossen. Maar dat moet maar eventjes in de marge van de vergadering dan worden uitgezocht. Er zal ongetwijfeld een eenduidige lijst ergens bestaan. Ik kijk eerst even of er in de eerste termijn nog iets van verdere inbreng gewenst wordt. Dan kijk ik even naar de portefeuillehouder. Want het is natuurlijk een motie van uw raad aan uw raad gericht. Maar het is natuurlijk een onderwerp wat het college ook aangaat. Ook gezien de beantwoording van de eerdere vragen. De heer Huizing. Dank u wel, voorzitter. Ja, de Japanse duizendknoop. Volgens mij het ironische is dat we hem zelf hier naartoe hebben gehaald. Omdat we het een erg mooi plantje vonden om allerlei nuttige dingen mee te gaan doen. Volgens mij de punten die genoemd zijn over de schadelijkheid, die zijn uiteraard terecht. We hebben ook, en dat blijkt volgens mij ook al uit de beantwoording van de vragen, we houden het in de gaten. Wat we ook doen is op dit moment, als we het zien, dan maaien. Ja, maaien is niet de meest effectieve manier. Maar inmiddels is wel duidelijk dat iedere manier die enigszins effectief is, want volgens mij de echt effectieve, ik hoorde even dat er gemeenten zijn die hem heel effectief bestrijden. Nou, de echt effectieve manier is er nog niet. Alleen je kunt wel hoge kosten gaan maken om te gaan bestrijden. Het beeld wat wij tot nu toe hebben, en wij hebben daar ook afstemming gezocht met straatsbosbeheer bijvoorbeeld. En die zeggen ook van nee, wij doen ook niet aan actieve bestrijding op dit moment. Wat we wel doen is de monitoring. En wat ik denk dat wat in ieder geval ook nog van ons sowieso gevraagd kan worden, is om misschien die kennis, want ik hoor hier ook een aantal raadsleden aangeven, en volgens mij helemaal niet vreemd, van ja, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Nou, ik denk dat dat voor veel meer inwoners geldt. Dus wij kunnen wel via de kanalen die ons ter beschikking staan, kunnen wij wat meer voorlichting gaan geven van hoe herken je hem en wat kun je eraan gaan doen. En misschien leidt dat wel tot meldingen, zodat we het redelijk in de gaten kunnen houden wat er gebeurt. Dus in zoverre volgens mij het derde punt, de afstemming met de mede-overheden, ja, volgens mij is dat een logische. Hoewel ik het signaal of het beeld wat we tot nu toe hebben, is dus dat ook de andere overheden het op dit moment nog niet als erg probleem. Kijk, de plant op zich kan heel problematisch zijn, maar De hoeveelheid waarin die op dit moment voorkomt, in ieder geval bij ons in het gebied, is nog niet dermate hoog dat ze het als probleem zien. Maar die afstemming die kunnen we gaan houden. En de effectieve bestrijding, ja, als u dat als raad zou wensen, dan willen we best gaan kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Maar daar hangt dan ook wel een behoorlijk kostenplaatje aan. En dan zullen we ongetwijfeld bij uw raad terugkomen met een vraag daarom. Dank, meneer Huizing. Ik geef ruimte voor een tweede termijn van de kant van de raad. De heer Hoedemaker nog. Mag blijven zitten, tweede termijn. Blij om te horen dat het ambtelijk apparaat in ieder geval een signaalfunctie heeft. En ook goed om te horen dat de wethouder bereid is om een stuk voorlichting te geven aan inwoners. Wat is de Japanse duizendknoop? Hoe herken je hem? Want als je hem eenmaal herkent, zie je hem overal. Het is een ernstige bedreiging, wil ik er nogmaals aan toevoegen. Maar dat is mogelijk. Waar ik minder gelukkig mee ben, is dat de ambtelijke organisatie op dit moment de Japanse duizendknoop maait. Want maaien is verspreiden. Het moet heel duidelijk zijn, ook in uw voorlichting naar de inwoners toe, dat deze plant onder geen beding bij het GFT-afval terechtkomt. Daar laat ik het bij. Dank u wel. Anderen in tweede termijn? Mevrouw Visseling, niet? Anderen? Ja? Kijk even naar de oorspronkelijke woordvoerders. Nee, die niet. Sorry. Ja. Wij zijn tevreden met de uitspraken van de wethouder. Helder, dank u wel. Geen andere in de tweede termijn? Ja, de heer Mulder? Ik denk dat de uitspraak van de wethouder voldoende aanleiding geven om deze motie niet te steunen. Er is voldoende aandacht voor om hier wat aan te doen.
Goed, dank u wel. Dat besluit denk ik wel de bespreking. Ik krijg een beetje de associatie met een wolf. Die is op zichzelf ook heel gevaarlijk als hij in je achtertuin zit. In het Drentse Friese woud kan het misschien minder kwaad. Dus al zal het misschien met de duizendknoop ook wel een beetje het geval zijn. Het is goed dat er denk ik vanavond bij is stilgestaan. En dat bewustwording met het indienen en bespreken van de motie in ieder geval is gediend. Nu heeft de wethouder horen zeggen dat we daar ook wel alert op zijn als gemeente. Dan komen we tot de afronding. Volgens mij is de conclusie dat er geen meerderheid voor de motie te vinden is. Want voor de motie, ik raadpleeg even de aantekeningen van de griffier, zijn de fracties van PAK, D66 en de VVD samen 8 zetels. En de overige fracties in deze raad hebben aangegeven geen behoefte aan de motie te hebben. Dus de motie is verworpen. Al dus vastgesteld. Dan de tweede motie die ik aan de orde stel. Vreemd aan de orde van de dag over vuurwerk. Mevrouw Siebe, VVD. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen door de wethouder over de vergunning die is verleend voor het verkoop en opslag van vuurwerk in de binnenstad in Coevorden, willen wij graag een motie indienen, vreemd aan de orde van de dag. Uit de beantwoording van de vragen is gebleken dat de gemeente Coevorden geen beleid heeft ten aanzien van het vuurwerk. Nu is het zo dat de VVD houdt niet van betuttelingen en te veel regels. Wij leggen graag verantwoordelijkheden bij de ondernemers of de aanvragers zelf neer. In dit geval is het door de vergunningsaanvraag en vervolgens het verlenen van de vergunning door de gemeente erg veel onrust ontstaan, veel angst. Nou ja, iedereen heeft het kunnen zien en volgen in de media. En het is wel degelijk de taak ook van de gemeente om die onrust weg te nemen en over het beleid na te denken. Het alleen maar toepassen van regels die er zijn is op dat moment onvoldoende. En voor de toekomst en de toekomstige aanvragen zouden wij graag beleid geformuleerd zien, juist om die onrust te voorkomen. En om die reden wil de VVD graag motie indienen, waarvan het dictum luidt: de Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 22 mei 2018 roept het college op beleid te formuleren ten aanzien van verkoop en opslag van vuurwerk en dit beleid ter goedkeuring aan onze raad voor te leggen. En dit te doen op de kortst mogelijke termijn, doch in ieder geval in 2018, zodat in de nieuwe en te wijzigen bestemmingsplannen hiermee rekening kan worden gehouden. Dank u wel. Helder. Wie wenst hierover het woord te voeren? Ik neem aan, in instantie misschien ook even de mede-ondersteuners. Nou, ik zie ook de heer Slomp vinger opsteken als eerste, wat mij betreft heeft hij het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. De motie roept bij onze fractie vragen op. Het klopt dat we geen beleid hebben op vuurwerk, maar er zijn diverse gevaarlijke stoffen te bedenken waar we ook geen beleid op hebben. We hebben immers beleid op gevaarlijke stoffen. Dus ja, dat roept bij ons de vraag op van goh, waarom wilt u beleid op specifiek vuurwerk en niet op andere voorbeelden die je zou kunnen bedenken die bij een incident of bij een vergunningaanvraag ook dezelfde onrust op zouden kunnen roepen. Vervolgens zegt u, we willen dat er beleid komt. U signaleert een probleem in de samenleving, onrust. Ik wil dat beleid op, maar u geeft eigenlijk geen enkel kader voor het beleid wat u dan wenst. Dan denk ik, waar denkt de VVD dan aan? Als je een probleem, onrust en angst signaleert, dan denk je al snel dat de VVD inperkende maatregelen wil. Bijvoorbeeld een verbod op vuurwerk, verkoop of opslag binnen de bebouwde kom. En dan denk ik, van wat doet u met alle bestaande verkooppunten? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Volgens mij kom je al heel snel in allerlei problemen. Dus ik zou graag zien dat u daar in tweede termijn wat meer duiding aan geeft. Dank u wel. Dank u wel. De heer Hoedemaker. Voorzitter, ik denk dat ik in mijn eerste termijn al een heleboel vragen van de heer Slomp kan beantwoorden. Want
Ik snap de ophef en de onrust die het principebesluit van de gemeente heeft opgeleverd. En ik vind het opmerkelijk, net zoals de VVD, dat de gemeente Coevorden geen aanvullend beleid heeft voor de verkoop van dergelijke handel. Per slotverrekening hebben we, heer Slomp, om soortgelijke redenen wel aanvullend beleid waar het gaat om bijvoorbeeld de vestiging van een seksinrichting. Vandaar ook de handtekening van D66 onder deze motie. Consumenten hebben behoefte, die behoefte hebben aan dit product of deze dienst, weten de onderneming ook wel te vinden als die op een plek zit die tot minder ophef en onrust aanleiding geeft. Dank u wel. De heer Boy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik kan me in grote lijnen wel aansluiten bij de Slomp, alleen ik heb nog wel een paar toevoegingen of enkele toevoegingen. Het is namelijk zo, wat er nu gebeurd is in het centrum van Coevorden, is dat natuurlijk de vergunning voor het bouwen van die bunker is wel degelijk, daar gaat het niet om. Dus ik denk dat jullie daar niet om gaat, maar het gaat er vooral om aanvullend beleid, dat er aanvullend beleid zou moeten komen voor de plaatsen waar vuurwerkverkoop plaats zou moeten vinden. Dus ik kan me helemaal in die motie wel verplaatsen verder. Maar als onze fractie mee zou gaan met deze motie, dan zouden we toch een kleine tekstwijziging voor willen stellen. Maar dat kan nog in overleg, neem ik aan. Dat is een kwestie van onderhandelen nog met elkaar. Hè? Anderen? Ja, de heer Heling. CDA. Ja, we vinden als CDA dat we moeten oppassen dat we niet elke emotie met een motie willen beantwoorden. Technisch gezien is er geen probleem in deze zaak, maar aangezien we als CDA de situatie zoals hier aanwezig is niet wenselijk achten en de onrust onder de bewoners wel begrijpen, dan steunen we toch deze motie. Dank u wel. Anderen, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Betreffende deze motie, heeft u begrepen, hebben wij getekend. En dat is ook om de volgende redenen. Ja, dit geeft ongerustheid in de stad Coevorden. En wij kunnen ons dat zeer goed voorstellen. Je zult maar bovenop zo'n bunker moeten slapen in de stad. Nou, dat is, en als je daar wat angstig voor bent, en we hebben dat wel eens gezien, dat het ook heel verkeerd kan aflopen, dan... ja, dan slaap je niet lekker. En wij denken dan ook dat het beter is om dit soort verkoop te realiseren op het industrieterrein. Dat zou inderdaad beter zijn. En ook voor de mensen die daar wonen. Dus wat ons betreft, wij snappen de ongerustheid van de bewoners daarom. Waarom, als zij graag zien dat dit gewijzigd kan worden. En wij snappen ook wel dat het lag bij de gemeente eigenlijk simpel om daar de vergunning voor te verstrekken. Maar wij roepen u wel op om proberen dit met de ondernemer te realiseren dat hij zich uit de stad terugtrekt en naar de industrieterrein gaat. Even de heer Slomp tussendoor. Ja, dank u wel. Bedoelt u dan ook, meneer Bouwers, dat wat u betreft alle bestaande verkooppunten die in stad of dorp zitten, want volgens mij zijn er nogal een paar dicht moeten? Nou, kijk, dat zou het mooiste zijn. Ja, dat zou inderdaad het mooiste zijn. Maar de realiteit moet je ook zeggen dat het... nou, waarschijnlijk dat IBC me helemaal niet te betalen als je iedereen daar de vergunning intrekt zonder daar direct. Maar goed, dit gaat ons om een nieuwe vergunning. Ja? En dat die is verstrekt, dat is jammer. Maar wij proberen wel om het college te motiveren om nogmaals met die meneer in gesprek te gaan en zich buiten de stad te begeven. Dank u wel. Dank u wel. Anderen? Ja, mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hadden schriftelijke vragen uiteindelijk gesteld over dit onderwerp. Volgens mij op 10 mei, jongsleden, maar daarop nog geen antwoord gehad. Dus deze motie kwam voor ons eigenlijk ook wel als een mooi moment, want ook wij steunen deze motie. We zijn van mening dat je dit soort opslag niet midden in het centrum zou moeten willen. Zeker niet als daar ook nog mensen boven wonen. Dus wat ons betreft is het ook goed om daar
beleid op te formuleren om te kijken hoe we dat op een andere manier eventueel zouden kunnen doen. Ik wil niet zeggen dat je verkooppunten uit het centrum haalt, maar echt daadwerkelijke opslag van dit soort vuurwerk lijkt ons niet gepast midden in het centrum. Dus wat ons betreft, wij steunen deze motie. Helder, dank u wel. Anderen in eerste termijn? Niet? Dan kijk ik naar de wethouder, die zei dus het college daar iets over wil zeggen. Er werd gewoon een poging gedaan, voorzitter, om de wethouder te laten struikelen. Dat, zolang het hierbij blijft, vind ik het maar prima. Misschien om te beginnen, want ik hoor een aantal keren eigenlijk de suggestie wordt gewerkt van nou, vuurwerk, er kan hier maar alles als het gaat om vuurwerk. Volgens mij is dat in ieder geval niet zo. We hebben dan weliswaar geen specifiek beleid als het gaat om de verkooppunten. Maar we hebben wel in Nederland strenge regelgeving op dit punt. En we hebben nog steeds ook een bestemmingsplan dat gewoon de verkoop van vuurwerk ook moet toestaan. Dus dat betekent dat een heleboel plekken in onze gemeente al niet in aanmerking komen. Een van de argumenten die ik hoor, en ik heb in mijn beantwoording van de vraag al gezegd, van ik snap dat er onrust ontstaan is, zeker bij de directe omwonenden. Alleen het ontstaan van onrust, of dat alleen een reden moet zijn om met beleid te komen, zeker omdat het voor deze specifieke situatie, zal het uiteraard geen verschil gaan maken. Daar is op dit moment gewoon sprake van een verleende vergunning. En dat betekent dus dat dat niet met beleid wat nog ontwikkeld moet worden ongedaan kan worden gemaakt. Ja, tenzij, maar volgens mij moeten we daar niet eens aan gaan beginnen. En dat, daarmee kom ik meteen op een van de opmerkingen die gemaakt werd door de heer Bouwers. De oproep om in gesprek te gaan met deze ondernemer om te zorgen dat hij alsnog kiest voor een andere locatie. Volgens mij hebben we zijn we die richting opgegaan, hebben we daarin van alles geprobeerd, maar blijkt dat het zou best kunnen, maar daar worden irreëel hoge eisen voor gesteld. Dus daar gaan we zeker niet mee. En volgens mij is een nieuw gesprek ook absoluut zinloos om dat te gaan doen. Dan kijk naar de inhoud van de motie. Nou, de PvdA-fractie gaf al een aantal vragen aan. Nou, een van de punten die de PvdA aangeeft van de kaders. Volgens mij is dit voor u als raad ook wel de kans om dan, als u het college gaat oproepen om kaders te gaan stellen, ja, om daar dan zelf een eerste schot voor de boeg te gaan doen. Waar mag het wel, waar mag het niet? En inderdaad, hoe ga je om met de Friese Straat meegeteld 9 bestaande verkooppunten, als die niet binnen die kaders vallen, wat roept u dan op te gaan doen? Volgens mij ligt daar ook wel een mooie kans voor u als raad om dan die kaders ook aan de voorkant echt te gaan vaststellen. Het college niet blanco op pad te sturen, maar ook met een gerichte opdracht. Want beleid ontwikkelen kan uiteraard. Dat is geen probleem. We kunnen het gaan ontwikkelen. Ik verwacht niet dat er, zeker met alle discussies die lopen over het afsteken van consumentenvuurwerk, dat er nog geweldig veel verkooppunten bij gaan komen. We zitten al vrij lang op een redelijk stabiel aantal. Met deze discussie is dan weliswaar recent bij, maar zeer veel meer verwachten we niet. Maar goed, dat wil niet zeggen dat je inderdaad geen beleid hoeft te formuleren als dat dat beleid of het niet hebben van beleid of het hebben van een zodanig beleid dat er ontwikkelingen plaatsvinden die onrust veroorzaken bij inwoners. Als je dat kunt voorkomen met beleid, dan is dat volgens mij zou dat prima kunnen. Ik kijk nog even verder. Ja, de suggestie van het pak was nog geen opslag, wel verkoop. Ja, volgens mij, zodra je gaat verkopen, dan zul je enige mate van opslag moeten hebben, ook op de locatie waar je verkoopt. Of je moet het constant gaan aanvoeren vanaf een andere locatie. En ik denk dat dat nog ongewenster eigenlijk is, dat je constant met hoeveelheden vuurwerk gaat slepen. Dus volgens mij is dat de oplossing ook niet. En moeten we gewoon concluderen dat een beperkte mate van opslag, en volgens mij als je kijkt naar de hoeveelheid die hier opgeslagen mag liggen, is dat een beperkte mate. Er zit ook nog lang niet, gelukkig niet, zou ik zeggen, aan de grens die mogen of die mag qua consumentenvuurwerk. Dus wat dat betreft hebben we hem nog lang niet behaald en is er nog behoorlijk wat ruimte.
Dan ja, een opmerking van D66 die aangaf van, als motivering of als weerspreking van ja, waarom moet je nou voor vuurwerk extra beleid, want we hebben op veel punten. Daar gaf de heer Hoedemaker aan, ja, bijvoorbeeld voor seksinrichting hebben wij wel aanvullend beleid als gemeente. Nou, sterker nog, in tegenstelling tot vuurwerk worden seksinrichtingen niet landelijk geregeld. En is daar dus, als de gemeente niks regelt, is er geen regelgeving. Dus dat is de reden dat we als gemeente daarop beleid hebben. Voor vuurwerk, ja, dat weet u ook, is er wel heel veel beleid. Plus kun je met het bestemmingsplan kun je het een en ander, dus kun je het wel degelijk, of is het wel degelijk ingeperkt. Ja, ten aanzien van de motie, volgens mij, het is aan uw raad. Ik heb een aantal overwegingen nu in uw midden gelegd. En ik zou zeggen, ja, als u het college op pad stuurt met een opdracht, stuur dan het college op pad met een goed ingekaderde opdracht. Om te voorkomen dat wij misschien in een latere instantie bij u terugkomen en dan komen met iets wat toch niet aan uw verwachtingen voldoet. Misschien mag ik daar als portefeuillehouder openbaar orde veiligheid nog een overweging aan toevoegen. Gezien de overlast die het afsteken van consumentenvuurwerk natuurlijk ieder jaar weer veroorzaakt. En de wethouder wees al op de verschuiving ook in de maatschappelijke sentiment rondom dat fenomeen. We zijn ook een van de weinige landen waar dat zo vrijelijk kan. Er is ook nog een eenvoudigere route zelfs om af te komen van opslag van vuurwerk. En dat, als u zegt, dan raad, doe ons een voorstel om de APV zodanig te wijzigen. Dat we niet meer het vrijelijk afschieten van consumentenvuurwerk toestaan op oud en nieuw. Een andere aanvliegroute met waarschijnlijk hetzelfde resultaat en misschien wel effectiever. Dus dat geef ik u graag nog als overweging mee. Ik zou van een dergelijke maatregel overigens wel een supporter zijn. Dat even voor de goede orde ook. Goed, daarmee geef ik het vrij voor bespreking in tweede termijn. Mevrouw Siebe. Dank u wel. Ik heb een heleboel goede suggesties gehoord. Ik wil graag eerst nog even reageren op de heer Huizing, want die bevestigt, hè, er is geen beleid, geen specifiek beleid. Wel zijn er een heel aantal verkooppunten. En wat ik hieruit begrijp is eigenlijk dat de verkoop van vuurwerk gewoon onder de detailhandel valt. Dus dat, hè, dat het maar zo kan zijn dat er nog 10 of 15 of 30 punten bij komen. Ja, want er is geen beleid voor. Dus ik denk dat we dat hier voldoende hebben onderbouwd. Dat er in ieder geval beleid moet komen. Ik hoor ook graag nog suggesties straks van de BBC om het wat meer in te kaderen. We hebben daar zelf ook een aantal ideeën bij. En dat is niet om in de verordening of in de APV op te nemen. Om dan maar het afschieten van vuurwerk te verbieden. Ik denk dat dat ook qua handhaving in een hele gemeente niet te doen is. Dus dat is niet de reden dat wij deze motie indienen. We willen alleen graag dat ook ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Dat er beleid is en dat het geen wildgroei wordt. En dat ook bewoners weten waar ze aan toe zijn. Ik wil nog even ingaan op de heer Slomp, want die gaf nog aan... van ja, er is toch wetgeving, hè? Want er zijn meerdere gevaarlijke stoffen en daar hebben we ook geen beleid voor. Maar juist voor die gevaarlijke stoffen is er een milieuwetgeving. En voor dit vuurwerk hebben we daar geen verdere regels voor. Dus ik denk dat dat wel degelijk aan de orde is. Ik wil eigenlijk meneer Boy vragen of hij een suggestie heeft voor de tekst. Die heb ik wel, ja. Zou u dan een schorsing willen aanvragen? Ja, dat lijkt vijf me vijf minuutjes, is dat voldoende? Ja. Zullen we dat doen? Vijf minuten geschorst. Goed, dames en heren, de schorsing kan worden beëindigd. Die op verzoek van de heer Boy is aangevraagd. Ik geef hem graag het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij willen graag dat die motie amenderen. En dan het dictum als volgt wijzigen. Roept het college op en dan de wijziging te onderzoeken of er aanvullend beleid moet komen op bepaalde plaatsen in de gemeente. Punt, komma, en de raad hierover te informeren. En wat, het tweede aandachtsteepje, wat vervangt dat dan? Wat zegt u? Oh, dus een eerste aandachtsteepje luidt als dat. Het tweede aandachtsteepje blijft staan.
dit te doen op de kortst mogelijke termijn, et cetera, dat blijft staan. Goed, eerste dictum. Eerste aandachtstreepje zou dus, zoals de tekst hier was aangeleverd, worden geamendeerd. En dan mag u dat nog een keer zeggen als u wilt. Te onderzoeken of er aanvullend beleid moet komen op bepaalde plaatsen in de gemeente. Oké. Okay. Punt, komma, de raad hierover te informeren. Ik begrijp dat er nog ijverig wordt meegeschreven. Nou, volgens mij klopt die grammaticaal wel, maar misschien nog een keer, meneer Booyen. Dan heeft iedereen hem scherp op het netvlies. Want er zijn een hoop mede-indieners van deze motie geweest, dus die zijn allemaal heel kritisch. Ja. Nog eenmaal. Ja, roept het college op te onderzoeken? Te onderzoeken of er aanvullend beleid moet komen op bepaalde plaatsen in de gemeente. Punt, komma, de raad hierover te informeren. De heer Bouwers. Moet daar niet bij staan ten aanzien van verkoop van opslag van vuurwerk? Want anders is het toch niet duidelijk. Ja, in de overwegingen blijkt natuurlijk wel dat het erover gaat. Maar het zou wel netjes zijn als het in een dictum ook tot uitdrukking komt. We hebben geen probleem mee als het toegevoegd wordt. Die woorden ten aanzien van verkoop en opslag van vuurwerk, die kunnen dan... Ja, dus het compromisvoorstel wat de BBC doet, is daar waar de oorspronkelijke motie stelt, roept op, beleid, er moet dus beleid worden geformuleerd en dat moet worden voorgelegd. En dat krijgt nu de vorm, is het voorstel van de BBC, om te zeggen, nou, we willen graag van het college horen de resultaten van een onderzoek of er aanvullend beleid zou moeten worden gevoerd op een aantal plekken in de gemeente en hoe dat er dan uit zou kunnen zien. En dat op een zo kort mogelijke termijn, et cetera, die tweede streep blijft ook gewoon staan. Dat is volgens mij de kern van het onderscheid. Wat voor de BBC in ieder geval belangrijk is. Reacties daar verderop? Het is wel goed als misschien even, ook voor de verslaglegging, blijkt of daar van de zijde van de oorspronkelijke indieners mee kan worden geleefd. Dank u wel. Daar kunnen wij mee instemmen met die wijziging om het iets meer in te kaderen, iets concreter te maken. Dank u wel. Anderen? Ja, de heer Slomp. Ja, voorzitter, dank u wel. Het lijkt ons als PvdA-fractie in ieder geval geen goed idee om dit aan te vliegen door een algemeen verbod op vuurwerk met oud en nieuw af te kondigen. U weet dat de PvdA Koevorden sterk hecht aan tradities als kabitschieten, paasvuren. En wat ons betreft hoort het vuurwerk daar ook, toch ook wel bij. Ik wou zeggen, want ik sprak niet over kabitschieten, nog paasvuren. Ik hecht ook zeer aan drie tradities. Nee. Maar ik plaats het even wat in een brede kader. Volgens mij gaat het erom dat we het risico voor de burger in Koevorden zo klein mogelijk maken. En dat zou de inzet van ons beleid moeten zijn. Mijn fractie vindt niet dat we als politiek de burger een risicoloze samenleving moeten beloven, want die bestaat niet. En nou, daarin zat ook wel een beetje het probleem met politiek bedrijven, incidentmotie. Daar kom je niet zo ver mee volgens mij. Maar met de inkleuring zoals de motie nu krijgt, dat geeft in ieder geval iets meer richting. Daar kan onze fractie ook wel mee leven. Dank u wel. En ik heb natuurlijk, zo heb ik het geprobeerd in ieder geval aan te geven, u alleen maar nog een alternatieve benaderingsroute rondom het onderwerp vuurwerk proberen aan te duiden. Die een iets andere koers zou hebben dan het zoeken in de sfeer van bestemmingsplannen, maar het is een mooi aanknopingspunt voor u om uw mening daarover ook te geven, heb ik gemerkt. Ja. Anderen nog in tweede termijn? Ja, mevrouw Driehuis. Nee, wij kunnen ook leven met deze aanpassing, dus wij blijven de motie ondertekenen. Dank u wel. Anderen nog? Behoefte in tweede termijn? Ja, de heer Heling. Ja, naar de woorden van de heer Huizing. Denk ik dat hij heel veel duidelijkheid heeft gegeven. En wij vinden dat de motie niet meer duidelijkheid geeft. Eigenlijk roept hij alleen maar meer vragen op. Van wat wil je dan
met mensen die al duizenden euro's hebben geïnvesteerd in vuurwerkbunkers. Dus we trekken onze steun in deze motie in. Ook dat mag. De heer Roedemaker. Wij denken dat de motie niet aan kracht heeft ingeboet en blijven hem ondersteunen. Dank u wel. De heer Bouwers, zag ik. Ja, inderdaad, voorzitter. Ik denk dat de motie nog wat duidelijker is, moet ik eerlijk zijn. Dus wat dat betreft is het een goede zaak. En kijk, wat de heer Heerling van het CDA zegt, dat hij bang is dat wij andere mensen direct op de hielen willen zitten die vuurwerk verkopen. Dat zal wat ons betreft niet het doel zijn. Maar je hebt wel eens een moment dat je moet kijken hoe je verder wil. En dit is het moment. En ik denk dat dat een goede zaak is. Helder, dank u wel. Iemand in tweede termijn nog iets toe te voegen? Niet het geval. Heeft de wethouder nog iets toe te voegen? De heer Huizing. Ja, voorzitter, heel kort. Wat mij betreft uiteraard geen probleem om te gaan onderzoeken of er aanvullend beleid moet komen. Ik zit nu wel even te denken hoe moet dat precies vormgegeven, maar volgens mij komen we daar helemaal uit. Dus wat ons betreft kunnen wij hier prima mee aan de slag. Ik dank u wel. Dan stel ik u voor de beraadslaging hierover te beëindigen. En overgaan tot het trekken van de conclusies. Gehoord de laatste inbreng van de zijde van de heer Heerling namens zijn fractie. Moet ik constateren dat met 3 stemmen tegen, namelijk deze 3 stemmen van zijn fractie. En de overige stemmen voor de motie, geamendeerd. Al dus dat er onder de oproep naar het college staat te onderzoeken of er aanvullend beleid ten aanzien van verkoop en opslag van vuurwerk moet komen op bepaalde plaatsen in onze gemeente en daarover de raad te berichten. En dit te doen op de kortst mogelijke termijn, toch in ieder geval in 2018, zodat, et cetera. Die tekst is gewoon blijven staan. Dat was het mondeling amendement. Daar is iedereen het over eens geworden. Met uitzondering dus inderdaad van de fractie van het CDA. Wat mij betreft is dit de conclusie. De motie aanvaardt. Daarmee, dames en heren, zijn wij aan het einde gekomen van ook de laatste toegevoegde punten aan deze agenda. Dank voor uw bijdrage. Ik sluit de bijeenkomst en nogmaals, u bent zeer welkom bij de bijeenkomst over de woonvisie. Een goede avond nog gewenst.